Ja, lieve mensen, het Koningshuis wordt vandaag afgebroken, zo te zien. Weggegooid bij het grofvuil. Omdat ze alleen maar liegen en bedriegen en stelen van ons. Ons oplopen te lichten. Zijn ze niet meer welkom in het publieke debat. Niet meer welkom in Nederland. Laat ze maar lekker naar Argentinië daar verhuizen. Kijken wat ze daar te zeggen hebben. Hier hebben ze al genoeg schade aangebracht in dit land. Dus groetjes uit Den Haag. Jammer dat we hier nog nooit een grote demo hebben gedaan. Paleis Noordeinde, als ik het goed zeg. Ja, mensen, kom op. We staan op allerlei plekken. Waarom staan we nooit hier bij het Koningshuis? We hebben op zoveel plekken al in Den Haag gestaan. Twee ingangen. Deze ingang en nog een ingang. Ik heb hier al een eenmansactie gedaan. Werd mijn paspoort in beslag genomen. Kon ik niet wegkomen. Werd ik behoorlijk lastig gevallen hier. Hallo. Kom met z'n allen een keer hierheen, mensen. Het Koningshuis leveren ons luxe. En wij mogen hun dienen. En ondertussen wil Maxima een chip in het hoofd van kinderen. Doen ze mee aan de WEF-agenda. Ze hebben helemaal geen loyaliteit naar de mensen in nood. Ze leven in wilde. Ze kijken niet om naar ons. Ze tonen wel zogenaamd begrip voor ons, maar geen echte steun. Daarom, het Koningshuis moet afgeschaft worden. Het schijnt ook dat ze helemaal niet de lijn volgen van Willem van Oranje. Dat ze ook het Koningshuis is gekaapt. Kijk wat Prins Bernhard allemaal heeft gedaan. Verschrikkelijke dingen. Mensen, oorlogsmisdaden zijn begaan door het Koningshuis. En ja, ze zeggen ook ze zijn gevlucht. Dus ze hebben hier ook geen bevoegdheden meer. De grondwet is ongeldig. Alles wat ze hier doen is illegaal en corrupt. En ze zijn in dienst van de elite. En ze zijn puppets. Ze hebben in ieder geval ook geen zeggenschap over hun eigen leven. Verdiep je maar eens in het Koningshuis. Wat voor verschrikkelijke dingen er gebeuren. Wereldwijd met de Koningshuizen. En met de vermenging van de politiek. In de rechtbank hangt overal een foto van Willem-Alexander. Waar slaat dat op? Dat bedoel ik, het is niet onafhankelijk. De rechtbank. En ze zeggen ook, ja, het Koningshuis bemoeit zich niet met de politiek. En toch moet er steeds, alles gaat via de koning. Ook als je een brief krijgt in naam van de koning. Hè? Nou, in naam van de koning krijg je een boete, een dwangsom, een verhoging. In naam van de koning. En de koning is koning bij de gratie gods. Maar waar is het bewijs dat de God hem gratie verleent? Hoe bewijzen zij dat? Nergens. Dus is hij ook geen koning. Het is een keuze om hem als koning te behandelen. De media behandelt hem als koning, de overheid. Maar jij en ik, wij kunnen daar heel anders mee omgaan. Net als met Mark Rutte. Het is een keuze om hem als jouw president te zien. Het is niet dat het zo is. Hij heeft niks over mij te zeggen. Ik leef mijn eigen leven. Ik luister niet naar moordenaars en leugenaars. En nog andere vreselijke dingen die ze doen. Dieven, rovers, oorlogsmisdadigers. Die hebben niks over mij te zeggen. Nooit niet. Dus met z'n allen komen we graag hier terug een keer bij deze ingang. Of bij de andere ingang. Tot later, mensen.